Culturele erfgoed is een belangrijk onderdeel van de cultuur. Dat mogen we zeker niet vergeten. En daar ben jij een vertegenwoordiger van nu, op dit moment. Ja. Vertel. Sandra van Rijkom. Ja. Ik zit in het bestuur van Kasteelmuseum Siepenstein. Een prachtig kasteel in Loosdrecht met een prachtig aangelegde tuin. Er werken maar twee beroepskrachten. En voor de rest wordt het kasteel volledig gerund door vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn waarschijnlijk geen 18-jarigen. Zeker niet, zeker niet. Het zijn veelal mensen toch op leeftijd die heel belangrijk zijn voor het kasteel. Hè. Ze organiseren bijvoorbeeld rondleidingen in het kasteel, maar ook in de tuin. Maar ook voor die mensen is het kasteel heel erg belangrijk. Omdat het voor hun een plek is waar ze kunnen ontmoeten, elkaar kunnen ontmoeten en ook het gevoel hebben dat ze echt nog iets kunnen betekenen voor de samenleving. Ja, want het is veelal een oudere doelgroep. Zeker. Die de tijd heeft, maar voor wie het ook een daginvulling Absoluut. Is om je nuttig te voelen, om mensen dingen te leren. Die worden nu heel hard getroffen. Heel hard. En daarbij ook het kasteel. Dus de mensen worden getroffen, maar het kasteel ook. Dus we zijn nu ook weer aan het kijken hoe we COVID-proof open kunnen. En daar zijn we met z'n allen heel hard mee aan het werk. En wat zie je dan? Dat het eigenlijk heel moeilijk is te organiseren, omdat een bepaalde groep vrijwilligers gewoon niet durft te komen. Ja. Die zijn heel bang om ziek te worden. En dat begrijpen we ook. Ja. Maar het museum kan ook niet zonder vrijwilligers. En daar zijn jullie waarschijnlijk geen uitzondering in. Zeker niet. En jullie hebben volgens mij ook nog het probleem in het museum dat het smalle trappetjes zijn waar mensen niet op ruim afstand elkaar kunnen passeren. Dus alleen de benedenvloer is volgens mij open. Ja, de benedenvloer en de tuin. Dus we hebben expres ook nu gekozen voor een tuintentoonstelling, zodat mensen wel een tentoonstelling in de tuin kunnen genieten. En de benedenvloer hebben we wel opengesteld, omdat we het ook belangrijk vinden dat ook nu, juist in deze tijd, het cultureel erfgoed, dat we dat blijven laten zien. Ook om te laten zien hoe belangrijk het is en dat het niet van de kaart mag verdwijnen. Want we zijn natuurlijk enorm nu aan het woekeren met de inkomsten. En daarvoor hebben we ook meteen een crowdfundingsactie gestart. Om op allerlei manieren geld binnen te krijgen. Want we hebben ook tegen elkaar gezegd, als eenmaal het slot op het hek komt, dan gaat het niet meer open. En dat mag gewoon niet gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren, want zo verdwijnt cultureel erfgoed van de kaart. Exact. En dat mag gewoon niet gebeuren in Nederland. Omdat het belangrijk is ook om het door te geven aan onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen. Ja. En een land zonder cultuur en een land zonder cultureel erfgoed is heel arm. Is heel arm. Heb je een oplossing voor die groep vrijwilligers die nu thuis zit en niet durft? Is daar een oplossing voor? Nou, wij hebben het geluk dat we een tuin hebben. Dus we zeggen ook tegen die groep vrijwilligers die het eng vindt, nou, kom dan kijken of je durft om in de tuin een rondleiding te geven. Dat zijn er een aantal. Maar we hebben ook gezegd, wat er ook gebeurt met de mensen die durven, gaan we open. Dus hebben we gezegd, lukt het niet elk weekend, dan gaan we om het weekend gaan we open. En we hopen dat op een gegeven moment mensen zich, want we hebben allerlei maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen werken. Dat ook die groep, dat we die weer kunnen verleiden om toch naar ons kasteel te komen. Dus je zit er eigenlijk met een dubbele rol, niet alleen cultureel erfgoed, maar ook om die groep vrijwilligers, die oudere groep, niet in eenzaamheid te laten zakken. Exact. En hoe groot is de groep die jij vertegenwoordigt vandaag? Voor wie ga jij handtekeningen zetten? Nou, in ieder geval voor de medewerkers, de vrijwilligers, maar ook de vrienden van Siepenstein. En dat zijn er zo ongeveer 250. Nou, dat vind ik een geweldig aantal. Mag ik jou dan vragen om voor die 250 je handtekening ga te zetten? Ga ik zeker doen. Namens het kasteel ook. Dus Sandra van Rijkom, dank je wel. Maar zoek nog een klein plaatsje en dan komen er weer 250 deelnemers op het bord bij. En ik hoop dat alle vrijwilligers weer snel aan de slag mogen.